Welkom bij een nieuwe Devlog Week. Vandaag is weer maandag 12 uur en ik ben bezig met een paar eindjes aan elkaar te knopen dat eindelijk een keer wat werkt. Zoals de playselectie wanneer een speler mag beginnen. Dat doe ik hier even tijdelijk om te bouwen, te testen. En van plan ben is dat de computer dus om en om een lampje hierboven gaat laten branden. En dan dus uiteindelijk, wat dan dus gebeurt, dus na zoveel seconden heeft één iemand gekozen. Nou, dan heeft speler 2 gekozen, speler 3 en 4. Wat ben ik nu aan het doen? Ondertussen is het 15:40 en ik heb de random generator functionerend. Zoals je zult zien, hij doet nu allemaal random dingetjes. Daar komt hij. Nu doet nummer 1, nummer 4. Als het goed is, komt nu waarschijnlijk 2 op 3. 2 en dan komt 3. Zoals je ziet, het is allemaal random gebaseerd. En die ga ik morgen verder uitwerken. Want ik moet nog even ergens naartoe. En morgen moet ik eerst naar school toe. Dus ik kijk even hoe ver ik morgen hier aan kom. Ondertussen is het woensdag 13:10. En ik heb gisteren helaas niks meer kunnen doen, omdat ik best wel laat thuis was van school in verband met alle staking van het OV. Echt superleuk. Ik ben van een reis van zeg maar een half uur, ongeveer 2 uur bezig geweest. Dus daar kon ik dus bijna niks meer doen. Maar wat ik nu dus net gedaan heb, ik heb dus player order toegevoegd. Daar worden de vier dingen aan toegevoegd. Waar dus wanneer welke speler mag starten. Ik ga nog zo wat doen voor school. Als ik dat klaar heb, ga ik weer verder aan de game. Dat zal ongeveer een uurtje duren, dan ben ik ook klaar met school. Ondertussen is het vrijdag 15:35. En ik ben de hele donderdag en de vrijdag tot nu toe hiermee bezig geweest. Om iets werken te krijgen. Hier, zie je de mensen, hier komen de mensen dus aan, de spelers in principe. En ik moet dus eventjes nu wel even wat aanzetten. Namelijk de controller. Als die even op de juiste plek zijn. Zoals je nu ziet, dit gaat nog niet automatisch aan. Wat deze nu aanzet, of anders scherm of spatie. Zien, nu staat hij dus 5. Op een of andere manier gaat hij hier met een rondje nog mee. Ik weet niet precies waarom. Maar dan zit dus 5 stappen en dan is de speler 2 aan de beurt. Of dat toevallig 5. Nou, hier komt dus de eerste volgende bug waar ik dus tegenaan loop. Ik weet niet precies hoe ik dit ga oplossen. Want deze gaat op een of andere manier draaien en allemaal rare dingen doen. Dus 1, dus de volgende. Dat werkt dan wel weer goed. Zodat er nu dus 3 spelers op 1 hong komen, dan begin je echt met het probleem te komen. Dus goed, gaat deze nu eentje verder op een of andere manier. Zoals je ziet, omdat het hier niet bij kan. Dan krijg je flight deck er precies op gaan lossen. Zoals je ziet, als goed is nu weer spelen 1. Dus kubus 1 is die. Je komt hier dus terecht. Eerder zou hier de game gaan crashen, maar ik kan nu op mijn andere scherm dus een keuze maken welke kant ik op wil. Dus ik kies nu dus rechtdoor. En ik ga nu eens mooi rechtdoor. De volgende. Oh, die komt dus precies mooi hierop, als ik het goed had. Of niet. Er zijn maar van die hele kleine glitches die hier nu nog in zitten. Kijk, die staat nu precies hierop. Eerder hier de game ook op zijn bek gaan. Nou, die kan gewoon een keuze maken en dan gaat hij gewoon de goede kant op. Ik heb deze week misschien maar weinig devlogs opgenomen. Maar wat ik gedaan heb, was best wel heel veel werk. En ik moest best wel heel veel code schrijven en dingen berekenen om alles goed te laten gaan. Dus vandaar is deze devlog zo kort.